Steve, volgende. Hey, jongen. Pak er maar een jochie. We wisten dat deze dag eraan zat te komen, Al. Nicky. Ja. Nou, laten we eens het mondje even weghalen, want dat ligt natuurlijk ook even in de weg, hè, jongens. Hey, Nicky. Hey, Al. Goed dat je er bent. Zullen we beginnen? Ja, leuk. Nicky, ik zal heel eerlijk tegen je zijn. Dit potje hebben wij echt, houden wij echt rekening met, nou ja, 10-1 voor jou. Dus als je ons een beetje wilt sparen voor onze lieve kijkers en de fans. Nou, kijk, alsjeblieft. Maar snap je dat ik dat denk? Of denk je, nee, het wordt helemaal niks? Ja, maar dat verhoogt wel de druk. Ja. Dat is helemaal niet onze bedoeling. Dus dat is wel in jullie voordeel, denk ik. Ja, nou laat je niet gek maken. Nee, echt komt niet. Goed. Maar hoe is het verder, Nicky? Ja, gaat goed. Ja. We hebben een huis gekocht. Kijk eens. Waar ben je gaan wonen, Nicky? In Akkerswoude, in de Brinkwijk. Ja. Nieuwbouw is dat, het hè? Is, ja, het is 4 jaar oud. Oké. Okay. En hoe hou je jezelf een beetje bezig in deze korfballoze periode? Tennissen, skileren. Nog tennissen met mensen uit de selectie? Of, Ja, nou best wat. Met Linde, soms ook met Linda. En met, ook met die oudere selectiemeiden, zeg maar. Hey, even wat anders. Zullen we, kan jij soms met scoren? Ja. Ja, ik zie op social media wel vaak dat jij met alle meiden aan het schaatsen, aan het skileren, aan het pottenbakken. Die zijn allemaal die zijn nog best druk met elkaar, toch? Pottenbakken is wel een leuk idee. Ja. Hebben jullie in de selectie nog veel contact met elkaar? Ja, met een paar meiden heb ik wel veel contact. Maar niet met iedereen. Het is niet zo dat Brent nog steeds grappere filmpjes in de groep blijft sturen? Nou, af en toe wel. Toen we weer begonnen, zeg maar, als de trainingen weer kwamen, dan stuurde die weer een filmpje van zo zie ik er straks uit als we weer moeten trainen. Ja. En we hadden laatst wel een quiz. Dat had Stefan georganiseerd. Een quiz? Ja, met de selectie. Hij had gewoon een... hele quiz gemaakt. Echt waar? Op eigen initiatief. Kijk eens, creatief jongens toch? Nou, ik weet niet of het. Ja, volgens mij was het wel zijn idee. Hey, dat zijn leuke dingen. Ja. Dus de sfeer zit er nog wel goed in. Of ga je. Je gaat vandaag weer trainen voor het eerst. Moet je elkaar dan nog de hand. Dat mag niet, maar zeg. Hey, ik was ook weer Nicky. Of. Is de sfeer nog wel goed, denk jij? Ik denk dat de sfeer wel goed is. Omdat het gewoon. Ik denk sinds dat we nieuwe trainers hebben en dat het allemaal weer goed ging met winnen voor corona, zeg maar. Dat de sfeer vanaf toen gewoon weer goed was. Ik herinner me een seizoen in de Korvel League waarbij jullie niks wonnen. Maar de mensen die ik sprak was wel altijd van, ja nee, maar we hebben er echt nog zin in. En de volgende keer staan we er weer en de sfeer is goed. En dus blijkbaar maakt winnen niet zoveel uit. Nee, want dat vond ik ook wel, omdat het zo speciaal gewoon was. Ja. Dat je dat tegen die mensen speelde. Ja. Denk je er nog vaak aan? Aan die tijd? Ja. Nou, eigenlijk door al die verhaaltjes met al dat, hoe heet het? Hoe is het met? Ja, dat ging ik er weer aan terugdenken. En kijk je dan bijvoorbeeld Avanti TV terug? Nee, dat niet. Dat kan, hè? Je kan gewoon abonnee worden en... Nee, maar ik had het niet willen missen en het maakt echt niet uit dat we alles hebben verloren. Ja, Nicky, doe jij dat nog wat? Als je bij, we hadden het net even, hoe is het nu met? En dan word je toch wel vaak benoemd, ook door Thomas en Rick. Je favoriete team, zeg maar. Ja, dat was echt heel leuk. Je scoorde toch? Scoorde ik? Het is ongelooflijk. Ja, dat is wel waar, ja. Ik vind hun allebei heel goed. Dan is het extra leuk om van hun dat te lezen. Ja. Heb jij zelf het gevoel dat je in die tijd je ook echt misschien jezelf een beetje wegcijferde om hun... goede ballen te geven of heb je dat zo ervaren of heb je gewoon je eigen spelletje gespeeld en toevallig vonden zij het prettig? Nou, ik denk het niet, want
ik deed dat zeg maar voor hun, maar bijvoorbeeld bij Rick, die gooide mij dan ook perfect weer weg. Dus dan was het eigenlijk gewoon dat ik voor hem zeg maar zijn beste kansen en dat hij eigenlijk ook voor mij die beste kansen dan terug gaf. Ja, denk en als hij dat niet had gedaan, had je ook lekker die bal niet meer naar hem gegooid, toch? Ja, precies. Is Rick denk je een overgeschatte schutter? Of kwam het vooral door de aangeef? Nee. Nou, mijn aangeef maakt het denk ik wel... Ja, het is wel arrogant, maar maakt dat misschien wel het beter. Wel, ja. Ik denk dat mijn aangeef zeker heeft geholpen, ja, ja. Bij zijn schoten. Maar zonder is hij ook een goede schutter. En Nicky, jij loopt al best lang mee hè, bij de selectie. Ja. Heb je een beeld van... Heb je een beeld van hoe lang je nog gaat korfballen? Of heb je plannen met Joost om een groot gezin te stichten of ander werk? Of hoe, Nee, ja, zolang ik het leuk vind en ik heb nog geen plan om te stoppen. Nee. Dus... Hoeveel jaar is het eigenlijk? Ja. 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 Dat is een goede vraag. Ja, ik zou het echt niet weten zomaar. Ik denk dat het nu onder in beeld komt, hè, hoeveel jaar Nicky al speelt. Zo. En zeggen wij zo lang? Nou, ik mag in ieder geval geen partijtje doen straks. Nee, jij bent te oud hè? Wat vind je daarvan? Ja. Is dat een onzinregel? Kun je dat makkelijk accepteren? Ik snap de regel wel, maar ik had gewoon... Doe het de leeftijd ietsje hoger, dat je niet met die... Met senioren heb je gewoon... Ja, doe dan ergens 35 of zo, dacht ik. Dan kan iedereen vaker gewoon meedoen. Hoe schat jij onze kans in tegen het eerste? Nou... Had je dit bijvoorbeeld verwacht? Of nee. Je bent zo aardig nee. Met topschutter. Nee, ik vind jullie doen kunnen. Het echt goed. Dus ja. Ik heb wel vertrouwen in jullie verder wedstrijdjes. Je weet wat er gebeurt als wij winnen, hè? Ja. Overal. Ik heb alleen nog nooit een auto gewassen. Je hebt nog nooit een auto gewassen? Ja, nou ja, het idee is dat als die eerst vies is, dat die daarna schoner is. Dan zijn ze in principe, zijn wij dan tevreden. Dat is niet iets waar je tegenop ziet, dat je denkt, ja, dat wil ik echt sowieso niet. Nee. Ik wil wel per se winnen. Gewoon mijn eigen potje wil ik winnen. Ja. Ik vind het niet erg om mijn auto's te wachten. Nee. Dat is mooi. Ik heb er nog gewoon uit, jongen. Dat is toch hartstikke mooi, man. Ja. Kijk, dan maken we hem wel gewoon weg, hè. Dat is toch ook goed. Dat houdt niet over, mama, jongens. Nicky, jij bent meestal niet zo'n fan van mij. Of van Avantiek TV interviewtjes. Ben je blij dat Stefan erbij is? Ja, maar ik heb eigenlijk val jij mij ook wel mee nu. Ja, ik val misschien mee. Misschien komt het omdat we gewoon ik las dat ook in mijn eigen stukje. Doen zijn. Iedereen denkt wel dat ik zo verschrikkelijk ben, maar. Dus dit, ja, dit is goed voor de bonuspunten. Ja. Ja, hoewel, ja, ik heb wel gewonnen. Dan is het toch een pijnlijke conclusie die we juist moeten trekken. Ja. Ja, doe het maar, Nicky. Ik doe hem wel even gewoon om te zien. Ja, maar 10-7, dat is wel, we kunnen op zich wel veel gewoon, beter dan jullie hadden verwacht. Ja, dat klopt. Opgehoven hoofd thuis. Wij zijn tevreden. Wel puntje voor verbetering heb ik opgemerkt bij beide. Ja. We gaan evalueren en door naar de volgende spelen, denk ik. Denk het ook. Zin in? Ja, succes. Bedankt, Nicky. Bedankt. Alsjeblieft. Train ze. Dank je. Het was een leuke uitdaging en ze hebben de druk nog best verhoogd door te zeggen van we verwachten dat we het zwaar gaan krijgen. Dus uiteindelijk was het toch een spannende wedstrijd. En dan eerlijk gezegd baal ik dan ook nog wel dat ik dan toch niet dikker had gewonnen.